Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Moneybird. Welkom bij de Win-Winst podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. En vandaag zit ik met een collega in de podcast. Ik heb te gast Luc Hagens. En Luc is eigenaar, trainer en coach bij Management Kompasgroep. En in coronatijd heeft hij samen met zijn vader het boek Adviseren voor Accountants, Wordt Waarderegisseur voor het MKB geschreven. En hij is bezig met een nieuw label Waarderegisseurs. Het MKS-systeem en PFP hebben raakvlakken en Luc en ik delen dezelfde missie: namelijk financials helpen in de transitie naar waarderegisseur of, zoals ik zeg, naar winstadviseur. En daardoor ondernemers beter te laten ondernemen. Ik vind het dan ook echt interessant om met jou in gesprek te gaan, Luc, over jouw visie op het vak. En wat er voor nodig is om de beroepsgroep, voor de beroepsgroep om de volgende stap te zetten. Welkom, Luc. Ja, dankjewel, Femke. Insge, insgelijks natuurlijk. Hartstikke leuk om met vakgenoten het gesprek hierover aan te gaan. En superleuk om een keer in jouw podcast te zetten. Ja, superleuk. Mm. Uh, erg leuk dat je er bent. En uh, ja, nou ja, jij met je accountancy-achtergrond zijn we natuurlijk extra benieuwd naar. Ja, de ondernemer en zijn boekhouding. Want uh, hoe heb jij je boek boekhouding geregeld? Wij hebben de boekhouding zoveel mogelijk geautomatiseerd. een uh, collega van mij uh, zit er eigenlijk ook al uh, redelijk bovenop. Daarbij hebben we natuurlijk zelf ook een, uh, een begroting uh, gemaakt volgens het MKS-model. Uh, en uh, uiteraard ook een uh, prognose, liquiditeitsprognose. Ja, en dan gaan we natuurlijk zo meteen induiken in het MKS-model. En heel even voor de luisteraar, want jij, uh, je, je, hebt, je werkt samen met je vader. Nou, mijn vader is mede eigenaar van het bedrijf. Eigenlijk meer op dit moment uh, investeerder, maar wel oprichter ook van het bedrijf. En uh, ja, voor mij nog wel een heel fijn uh, klankbord. En uh, zeker in, uh, in de ontwikkelingen. Of als ik zelf ooit twijfels ergens over heb, fijn om daarop terug te kunnen vallen. Ja, want jullie zijn ooit begonnen als accountantskantoor, klopt? Nee, mijn vader heeft een accountantskantoor ja. gehad. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat de geschiedenis een beetje... Uh, Verwarrend kan zijn, mijn vader heeft altijd een accountskantoor gehad en heeft in die tijd het management Compass-systeem ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Groningen. En eigenlijk op het moment dat hij het accountskantoor verkocht heeft, heeft hij management Compass-groep opgericht. Met name ook om het MKS bij andere kantoren, zeg maar, ook te implementeren. En daar ben ik toen, een, ik denk een jaar, anderhalf jaar later, bij gekomen. Ja, ja, super. En uh, ja, het is misschien een. Uh... Uh, een wel hele erge open deur gezien jullie vak, maar stuur je op cijfers? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, dat is echt de laatste paar jaar wel meer gekomen. In de eerste paar jaar dat je aan het ondernemen bent, ben je toch echt aan het pionieren. En uh, naarmate je gaat groeien, vind je het ook steeds belangrijker om er uh, meer bovenop te zitten. Um, als ik dan kijk hoe wij dat doen, wij doen het natuurlijk met onze eigen methodiek. Dus we maken een begroting op jaarbasis, waarbij we enerzijds kijken naar de cijfers. He, dus we kijken uh, naar getallen uh, van, uh, richting uh, de winst-en-verliesrekening. Anderzijds kijken we natuurlijk ook naar andere getallen, bijvoorbeeld het aantal trainingen dat we uh, mogen doen, uh, hoeveel mensen de training volgen, het aantal coaching sessies en dat soort zaken. Dus we, we zitten er vrij goed bovenop. Ja, 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 mooi, ja. mooi. Vul aan, geld is. Ja, daar heb ik goed over uh, nagedacht, want ik, uh, ik heb jouw podcast natuurlijk een aantal keren geluisterd voordat ik hier zelf uh, zat. Um, ja, dat is eigenlijk tweeledig. Ik, ik denk zakelijk dat geld naast een passie, een hele duidelijke passie voor het vak wat je doet, uh, een stukje missie, eigenlijk de brandstof is voor de motor van het bedrijf. Uh, privé denk ik dat ja, het natuurlijk ook een stukje brandstof is, maar naast brandstof ook comfort. Ja, ja brandstof en comfort. En, en je zegt ook. Het is ook een beetje passie hè. Je je komt uit een financieel gezin ja. en en wat is jouw passie voor geld? Waarom 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 heb jij een passie in geld? Ja, een passie voor geld. Ik heb niet echt direct een passie voor geld. Nee, eigenlijk oh. heel gek. Nee, nee, eigenlijk ik heb een passie voor wat ik doe. Um, en ja, ik heb altijd geleerd je moet werken voor je geld. Um, en als je doet wat je leuk vindt en je bent er ook nog goed in, dan krijg je er als goed is ook goed voor betaald. Ja, en je hebt een passie in wat je doet. Wat is jouw passie? Nou, uiteindelijk is mijn passie geworden om eigenlijk bedrijfseconomie zo breed mogelijk in de maatschappij, met name bij MKB-ondernemers, um, begrijpelijk te maken. Mm. Wij hebben natuurlijk als financials ook bedrijfseconomie in de schoolbanken gehad. Heel theoretisch, maar hoe vertaalt zich dat dan naar de praktijk? En daar, ja, daar zit een hele mooie missie, maar ook een passie van mij inmiddels. Ja, leuk. En daar kunnen we elkaar ook de hand schudden. Want uh, ja, daar heb ik ook een stukje geschiedenis in. Ik weet nog dat ik op de HEAO uh, echt vieren haalde voor, voor boekhouden. En dat ik echt geen idee had wat ik aan het doen was. Ik leerde dan debet en credit en journaalposten maken. Maar ik had echt geen idee. Het was, het was Chinees voor me. Uh, dus haalde ik ook een vier. En jaren later ben ik cursussen, uh, praktijkdiploma boekhouden gaan geven. En ik was de beste docent die ze hadden voor de praktijkdiploma boekhouden. Omdat er eindelijk eens een docent was die echt heeft geprobeerd te begrijpen wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. En vanuit die vraag uit gaan leggen wat boekhouden is. Dus uh, ja, daar kunnen we elkaar de hand schudden om die lastige principes gewoon naar de praktijk te brengen. Ja, nou, absoluut. En ik denk ook dat op het moment dat je zelf ondernemer bent of wordt, dat je dan pas echt erachter komt wat er allemaal komt kijken bij onder andere de cijfers. Ja. En uh, ja, dat, die, ik denk dat er heel veel ondernemers met geen financiële achtergrond er echt heel veel moeite mee hebben. En waarom vind jij het belangrijk dat ondernemers dan toch grip hebben op die cijfers? Wat wij heel veel zien, en zelfs in de accountancy, wij zijn vooral actief in de accountancybranche, waarbij we op dit moment ook een aantal accountskantoren met heel veel plezier mogen begeleiden. Maar wat wij vaak zien binnen de bedrijven in het MKB en zeker ook nog bij de klanten van accountskantoren, is dat ze bijvoorbeeld hun kostprijs niet kennen. Ik zeg wel zoiets, en dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken, negen van de tien ondernemers kent hun kostprijs niet. Nou, op het moment dat jij je kostprijs niet kent, hoe maak je dan een goede offerte of een goede calculatie? Nou, daar begint het eigenlijk al mee. Ja, ja, en, um, ja en ik snap dat, maar dan toch even voor de luisteraar. Wat, wat gaat daar dan mis? Enerzijds denk ik een stuk inzicht en bewustwording in de kosten. En hoe kun je die kosten, uh, zeg maar, ik zeg altijd in de, in de tang houden, hoe kun je die beheersen? En dus wij noemen dat in, in het MKS-vakje vak, gewoon eigenlijk kostenbeheersing. Hoe zorg je ervoor dat je de kosten die je begroot, dat je ook niet daaroverheen gaat? En vaak zie je natuurlijk in een begroting dat als we aan de voorkant een begroting maken met een ondernemer, dat de kosten het meest in de buurt komen van de begroting. Ja, ik zie je al lachen. Ja, nou dat, dat gebeurt. Aan de andere kant heb je natuurlijk omzet. Omzet en eventueel inkoopwaarde. En dat is veel moeilijker om daar goed op te sturen. Dus als je je kosten goed in de grip hebt... en je weet wat je kostprijs per eenheid is... dan kun je beter calculeren maak je sneller winst. Ja, ja want eigenlijk... het is toch eigenlijk bijna onbegrijpelijk... dat mensen een bedrijf kunnen runnen zonder dat ze de kostprijs kennen. Maar hoe kan dat dan toch? Um, ja, hoe dat kan? Ik denk inderdaad uh, uh, onwetendheid bij veel ondernemers... Um, en te moeilijk doen. Je, een kostprijsberekening kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Dat hebben we dan ook weer in de schoolbanken geleerd. Uh, maar in de praktijk ga je maar eens bij een ondernemer met bijvoorbeeld 15 machines in een werkplaats een, een kostprijsberekening maken. Als je dat per machine gaat doen bij een gemiddeld MKB-bedrijf, dan is die ondernemer jou meteen weer kwijt. Nou, daar op een goede manier mee omgaan, daar ligt eigenlijk onze, onze, onze kracht van ja. de aanpak, maar ook onze passie om het over de buren te krijgen. Ja, ik moet lachen, want ik heb in een ver verleden interimwerk gedaan als controller. En ik had één klus bij de SNS. En daar waren ze door middel van activity-based costing, waren ze de kostprijs van verzekeringen en dat soort dingen aan het uitrekenen. En ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Zo'n project duurde een jaar. Er liepen, weet ik voor hoeveel consultants, ik was zeggen, maar ik weet het niet meer. Ik weet niet hoeveel consultants waren daarmee bezig. En ik heb best wel wat verstand van financiën, maar het was zo complex. Ik had geen idee wat daar gebeurde. En ja, als je zo een kostprijs gaat uitrekenen, dan ben je klant natuurlijk meteen kwijt. Ja. Het moet gewoon praktisch en bruikbaar zijn. Absoluut. Ja. Je moet ermee ja. kunnen werken. Ja, je moet ja. ermee kunnen werken. Ja, ja. ja. En uh, wat is het belangrijkste principe dat je over geld hebt geleerd? Van jongs af aan eigenlijk altijd geleerd. Ik kom dan wel uit een ondernemersgezin. Um, maar wel altijd geleerd om te werken voor je geld. En eigenlijk ja, dat bij zei dat... je net ook ja, al. Ja, ja. En eigenlijk ben je er pas later achter gekomen. dat als je echt veel geld wil verdienen. dan moet je echt risico gaan lopen. Want anders ga je niet veel geld verdienen. Ja, natuurlijk. Ja, wat is veel geld? Hè? En uh, als je het niet heel belangrijk vindt. Dat, uh, zoals ik eigenlijk uh, geld niet heel belangrijk vind. als je maar voldoende hebt om te doen wat je wil. Ja, en te kunnen investeren in een bedrijf dan, uh, ja. Ja, maar het is wel interessant. Je zegt: ik leerde altijd, je moet werken voor je geld, maar nu ontdek ik dat je daarmee eigenlijk niet heel veel kunt verdienen. Je moet geld dan, je moet dan ook risico's durven nemen. Ja, juist ja. de mensen die risico's nemen. En natuurlijk, je hebt er altijd geluksvogels bij, hè? Maar uh, kijk maar naar ondernemers of naar, of naar investeerders. Uh, zonder echt risico te nemen? Uh, ja, en natuurlijk, je kunt in, in, in een baan en in loondienst een hartstikke mooi salaris verdienen. Maar wil je echt veel geld verdienen? Ja, dan zie je gewoon. Dan moet je gewoon ja. risico's nemen. En dat is ook wel ondernemers graag doen. Ja. Nou, en ik denk dat je hier een heel belangrijk punt al te pakken hebt voor ondernemers om over na te denken. Van hoe zit het eigenlijk met mijn risicobereidheid? Ben ik bereid om, om risico's te nemen? Ben ik bereid om. Privé geld te investeren, hoeveel zakelijk geld durf ik te investeren. En ik zie dat ook met toen ik mijn boek Fundament van Succes schreef. De echt grote ondernemers die, die um, omzet hadden van 100 miljoen of meer, die, die, die begonnen al met, met investeringen. Die deden helemaal niks op basis van hun eigen geld. Die zochten grote geldschieters. En dat ging allemaal om grote getallen. En als ik te kijk naar mijn eigen business. Ja, ik ben helemaal niet zo super risicobereid. Wel iets meer geworden. Want ik heb ook personeel, dat is toch ook een bepaald risico. Mm. En we geven, we, ge we geven geld uit, we investeren aardig in marketing. Dus, hè. Maar ik, uh, ik heb nog nooit een lening afgesloten voor mijn bedrijf. Dus die bereidheid heb ik ook niet. Dus nee. dat is heel interessant om over na te denken. Ja, en ik denk, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik denk dat er ook heel veel ondernemers zijn die, die misschien ongemerkt heel veel risico lopen. He, dus ik zie veel. Als ik met accountants meekijk naar kaas bij klanten van hen, dan uh, zie je best wel wat uh, bedrijven in de omvang tussen de, laat ik zeggen, tussen de 5 en de 25 man personeel. En um, ja, als je dan kijkt wat zij verdienen en hoeveel mensen zij aan het werk aan het houden zijn en welke risico's ze eigenlijk lopen, zet dan eens een keer het risico, of in ieder geval hè, het risico ten opzichte van hun eigen inkom uh, inkomsten vanuit het bedrijf. Ja. Ik vind dat wel een, een belangrijk, Want als je, als je vanuit je bedrijf hetzelfde verdient dat je in, dan dat je eigenlijk een loon niet zou kunnen uh, werken ja. of uh, verdienen, ja, waarom zou je dat dan, uh, waarom zou je dan zo'n risico om, om bijvoorbeeld 25 mensen aan het werk te houden uh, lopen? Ja. Ja, en dan zie je het nog wel erger. Dan zie je ook nog wel de wat kleinere ondernemers die uh, wel omzet draaien en eigenlijk niks overhouden. Ja. En uh, die zich helemaal niet realiseren. Ik heb het wel eens tegen een klant gezegd... je kan beter een krantenwijk beginnen en dan verdien je meer. Ja. Maar die zich dat helemaal niet realiseren. Nee, nee. 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 Dus ik vind het wel een leuke vraag voor de luisteraar... om eens op te kouwen. Um, uh, ja, wat, is, wat is jouw risicobereidheid? En in hoeverre uh, uh, verdien jij je geld met heel hard werk? En in hoeverre ben je bereid om risico te nemen? Of in hoeverre neem je eigenlijk een veel te groot risico... als je het vergelijkt met het inkomen wat je verdient? Ja, ja. mooie vragen. Ja, mag ik daar nog iets op aanvullen? Wat ik, wat ik zelf altijd graag doe, is dat ik cijfers van cijfers probeer zoveel mogelijk en ook zo snel mogelijk met ondernemers informatie te maken. En dan kan een winst van 100.000 euro kan best veel lijken. Maar als je ziet wat dat dan bijvoorbeeld per uur of per transactie of per order is. Of per dag. En je zet dat af tegen alles wat je met je bedrijf aan het doen bent. Ja, dan gaat het, denk ik, meer leven bij een ondernemer. Wat ze, ja, welk risico ze op dit moment lopen. ten opzichte van wat ze uh, aan verdiencapaciteit. Of, of aan resultaat draaien. Ja, dus je zegt. rekenen ook je winst eens terug naar je winst per uur. Ja, en per dag. Ja, en per dag. Ja, ja. ja precies. precies. Leuk. Nou, we willen nog veel meer horen. De expert aan het woord. Al ongeveer sinds ik mijn boek De Winstadviseur schreef, uh, gaan er geluiden op, en ook al wel daarvoor, dat het vak van boekhouder of accountant gaat verdwijnen. Hoe zie jij dat? Um, ik denk absoluut niet dat het vak van boekhouder en accountant gaat verdwijnen. Ik denk sterker nog dat zij altijd een hele belangrijke rol in, het, uh, in, in, het, uh, zeg maar in de wereld waar wij in actief zijn, in het MKB, in ieder geval zeker blijven vervullen. Um, dat de rol gaat veranderen, dat is, een, uh, dat is voor mij in ieder geval klip en klaar. Um, ik denk daarnaast ook dat de behoefte van de MKB-ondernemer gaat veranderen. In de, in de snel veranderende wereld. Um, dus ja, nee, die gaan absoluut niet. Die gaan, in mijn optiek gaan ze alleen maar leuker werk krijgen. Maar ze moeten nu wel even door een zure appel. Ja, wat is die zure appel dan? Zoals ik het zie. Um, krijgen met name de accountants in het MKB heel veel wetgeving extra nu per klant te verwerken. Ik, ik, ik hoor accountants wel zoiets zeggen: wij worden door de overheid gebruikt als uitvoeringsapparaat. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus ja, als je kijkt wat de werkzaamheden zijn die een accountant of een boekhouder per klant alleen al moet doen en wat een klant verwacht, zonder dat er nog extra toegevoegde waarde geleverd kan worden, dus echt het werk wat gedaan moet worden voor de Belastingdiensten, de Kamer voor Koophandel, voor de bank, noem maar op. En straks ook nog voor um, um, wil zeggen milieu, maar duurzaamheidsvraagstukken. Ja, duur... ja, kom, absoluut. Komt er ook nog bij? Ja, dat stapelt eigenlijk per klant alleen maar op. Dus als jij heel veel klanten aan het bedienen bent, wat bij de meeste kantoren op dit moment wel het geval is, omdat er ook een tekort is aan boekhouders en accountants, zoals je weet. Ja, wordt die werkdruk denk ik voorlopig uh, niet veel lager. En natuurlijk zijn er tools en, 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 en softwareoplossingen. Uh, uh, maar, mijn verwachting en ook wat ik in de praktijk zie, is dat het toch wel heel traag gaat. En ik hoop dat het sneller gaat hoor. Ik laat ja. me graag verrassen. Dus, de zure appel waar ze erheen moeten bijten, is, is dat het eigenlijk nu het werk neemt op dit moment eigenlijk toe. Ja. ja en het aantal beschikbare accountants neemt af. En dat ja. zie je zowel in het MKB als ook in de grote bedrijven. En dat zie je in Nederland en zeker ook in België. Het lijkt ja. alsof ze daar voorlopen op ons qua arbeidsproblematiek. En meestal loopt Nederland voor, maar nu loopt België eens een keer voor. Ja. 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 En dan, dan, als ze door die zure appen heen gaan, hoe ziet de wereld er dan uit? Nou ja, dat is afhankelijk van uh, de, de snelheid van de ontwikkelingen op automatiseringsvlak, denk ik. Uh, heeft ook te maken met wat de, de wetgever in Nederland uh, gaat doen en wat die blijven doen. En dan denk ik dat je eigenlijk op een heel belangrijk punt aankomt. Uh, Laat ik zo zeggen, wij, wij, wij hebben heel veel um, gesprekken met accountants en vooral de vennoot in het MKB en van grote kantoren tot kleine kantoren. Ik denk de kantoren die echt durven keuzes te maken, voor welke type dienst uh, gaan we nou echt blijven, uh, blijven leveren. Uh, en ik zeg dan wel zo het compliance en commodities, audit of aandacht. Uh, dat is ook een activiteit, aandacht. Uh, nou, als, je een, als je daar een duidelijke keuze in maakt, dan heb je ook toekomstperspectief. Want als je een keuze daarin maakt, weten ook klanten of ze bij jou nog welkom zijn, ja of dan nee. Maar ook de mensen kunnen duidelijk een keuze maken voor jouw kantoor. Ja. De meeste kantoren die wij spreken, denk ik, ja, die doen het eigenlijk allemaal. Hè? Op audit misschien na, maar die, doen, die, 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 willen, ja, die willen heel veel mm -hmm. voor heel veel klanten. En dat ja. is heel moeilijk. Ja. En je zegt, de, 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 de behoefte van de klant verandert ook. Want. Wat heeft de klant dan nu voor een veranderende behoefte ten opzichte van vroeger? Ik denk verschillende zaken, maar de, de automatiseringsslag heeft ook, uh, heeft ook zijn weerslag op uh, de wereld van de ondernemer. Uh, de globalisering, ontwikkelingen die veel sneller gaan, uh, oorlogen die op dit moment weer de kop opsteken in de wereld, uh, grondstofschaarste, schaarste van mensen. Ja, er zijn best wel wat dingen die op een ondernemer afkomen. En dan heb je de wetgeving. En is de wetgeving in een land stabiel of niet? We zien nu in Nederland en ook in België en de rest van Europa... dat de boeren in opstand komen. Ja, dat heeft vooral ook denk ik te maken met een stuk langetermijnbeleid... wat de overheden nu niet in ieder geval naar de boeren toe laten zien. Ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel ondernemers. Nou. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat er een aantal grote bedrijven... aan het uitkijken zijn om buiten Nederland te gaan vestigen. Nou ja... Mm -hmm. dus, dus wat heeft dan die ondernemer nodig van zijn accountant? Ik denk veel meer, uh, wat ik net misschien ook al tussen de neus en lippen door zei, aandacht. Mm -hmm, ja. uh, een, gesprekspartner, een gesprekspartner die niet alleen terugkijkt, maar ook vooruitkijkt met de ondernemer. Die de tijd kan hebben om met de ondernemer naar ontwikkelingen in zijn markt te kijken. Um, die met de ondernemer duidelijk kijkt van wat is nou de stuurinformatie die jij nodig hebt om je doelstellingen te realiseren. En natuurlijk alles wat er moet gebeuren voor de wetgevers, dat zal toch moeten blijven gebeuren. Maar dat zal, in mijn optiek zou dat betekenen dat de meeste accountskantoren met veel minder klanten een veel leuker leven zouden ja, hebben. Ja. En, en ik ben dat natuurlijk helemaal met je eens. En um, toch wel een, een zorg van accountants is, ja maar wil mijn klant mij dan wel betalen voor aandacht? Ja, dat klopt. Dat is een zorg, uh, <tus> ja, Dat is een zorg, absoluut. En hoe zie jij dat? Zie je dat die klant wil betalen voor aandacht? 100%. Uh, 100% uh, ongevraagde aandacht willen ze zelfs voor betalen. Kijk, het, 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 aandacht is op dit moment ook een schaarste. En uh, de ontwikkeling die wij steeds meer zien, en die, 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 zie, die zie jij ook, uh, is dat er uh, buiten de accountskantoren ontzettend mooie initiatieven aan het ontstaan zijn die die aandacht aan de ondernemer wel kunnen geven. En dan, wat dan accounters ooit tegen mij zeggen is, ja Luc, zij gaan, zij gaan er vandoor met het mooie werk. En Wie gaan er dan vandoor met mooi werk? Een bedrijfsadviseur Precies. of een, uh, een franchiseketen ja. of een georganiseerde club van organisatieadviseurs. Ja. En die pakken dat mooie werk op, omdat zij ja. weten die klant heeft behoefte aan aandacht. Ja. En aandacht gaat natuurlijk niet over alleen maar een, een klopje op de schouder, alles behalve. Als wij het hebben over aandacht, dan hebben we het over het gesprek voeren over de toekomst van het bedrijf, dan hebben we het over meedenken. Dan hebben we het over proactief meedenken, toch? Ja, absoluut. Ja. Nou is proactief meedenken wel een lastige. Um, en ik merk ook in de, in de trainingen en in de opleidingen die wij verzorgen. De accountant en de boekhouder zijn eigenlijk altijd gewend om reactief te werken. De klant heeft een vraag en beroept zich op de expert of op de huisartsenrol van de, van de accountant-boekhouder. Terwijl de echte proactieve advisering, dat komt vanuit de boekhouder of de accountant richting de klant. Ja. En dat betekent dat je daar uh, tijd voor moet hebben, tijd voor moet maken. Uh, de, en, en ja, goed, de, tijd wordt heel vaak uh, gezien als een uh, argument om het dan maar niet te doen. Ja. Vandaar dat ik net ook, net ook aangaf, denk ik, dat de keuzes die zij kunnen en moeten maken, mijn optiek gewoon steeds belangrijker worden. Precies, en dat proactieve, dat kan natuurlijk wel. Want ik bedoel, juist dankzij die geweldige automatisering, komen er steeds meer. Uh, rapportagesystemen, dashboards, waar je gewoon kunt zien hoe het met je klant gaat en hem dus wel degelijk proactief kunt bellen en kunt zeggen: ja. Hé, hey, dit is wat ik zie in je cijfers, zonder dat de klant jou hoeft te bellen. Uh, maar goed, daar hebben ze nu geen tijd voor. Dus daar ligt een prachtige uitdaging voor ons. Zeker want weten. dat is het spanningsveld waar de accountants mee te maken hebben. We zouden wel willen, we zien wel dat het moet, ja. maar ja, daar heb ik geen tijd voor. Absoluut. Ja, ja. ja. Uh, dus laten we overstappen naar, naar wat jullie dan doen. Hè? Want wat, wat doet de Management Kompasgroep? In de kern uh, proberen wij de adviseurs in het, uh, in het MKB te helpen om hun adviesfunctie leuker en makkelijker te maken. Uh, de methodiek die wij uh, ontwikkeld hebben, leent zich daar ook goed voor om eigenlijk heel snel van cijfers informatie te maken, niet alleen voor de adviseur zelf maar ook voor de ondernemer. Ik heb gisteren bij een bedrijf gezeten waarbij we in de middagtijd de kostprijs berekend hebben en ook hebben berekend samen met de ondernemer hoeveel uur ze per dag of per week nu moeten gaan draaien om de capaciteit van het bedrijf goed te benutten. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen. Wij hebben daar dus een academy voor ontwikkeld. Dus wij geven inderdaad in Nederland en België opleidingen zoals jij dat eigenlijk ook doet met de winstadviseur. Ja, en met Profit First, uh, profit, first Professionals. Profit -first, ja. Uh, ja, exact. Um, en daarnaast uh, hebben we zelf software ontwikkeld, omdat de software die voorhanden is, vooral gemaakt is voor de financial en wat minder voor de ondernemer. Dus we hebben hem eigenlijk proberen om te draaien zodat je, en dat, natuurlijk dat blijft de doorontwikkeling, zodat je juist de samenwerking tussen klant en uh, ondernemer. Of uh, sorry, tussen accountant en ondernemer daarin kunt uh, uh, faciliteren. En er zitten nog een aantal zaken in dat wij eigenlijk zeggen, kijk, de boekhouding die is meestal pas bij aan het einde van de maand of aan het einde van een kwartaal bij de meeste bedrijven. Daar ja, dan ben je al heel optimistisch. Ja, dan ben je al optimistisch <laughs> inderdaad. Ja, <laughs> ja absoluut. Ja. Maar dan, en wat je dan gaat doen is dat je dan toch weer terug gaat kijken wat je de afgelopen maand of de afgelopen kwartaal gerealiseerd hebt. En met onze aanpak proberen we eigenlijk de adviseurs en de accounters dus meer eh, samen met de klant vooruit te laten kijken. Wat zou die ondernemer nou de komende week moeten realiseren? En wat heeft hij de afgelopen week gerealiseerd? En het leuke is dat, kan zelfs buiten de boekhouding om. Ja, nou, dat, 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 ja dat brengen we dus inderdaad via die Academy, uh, ja. uh, zeg maar uh, bij MKB-accountskantoren, vooral. En aan de andere kant worden wij steeds vaker gevraagd ook voor uh, de begeleiding van accountskantoren. We hebben daarvoor een uh, programma ontwikkeld uh, samen met twee adviseurs die ook met MKS werken, uh, Ton en Edwin. Hebben we ook in de coronatijd een, een scan ontwikkeld om accountskantoren eigenlijk in een dagtijd te laten zien waar het verbeterpotentieel zit. Dus zowel op cijfers. Waar kun je beter voor. Voor het kantoor zelf. Ja, ja, exact. Dus wij zitten een dag dan bij een accountskantoor. Dan hebben we het in de ochtend met de directie over een stuk benchmarking op cijfers. Kijken waar het verbeterpotentieel ligt. Daarna uh, hebben we het over een stuk uh, samenwerking binnen de organisatie en de strategie. En in de middagsessie hebben we met de medewerkers, eigenlijk van dwars dwarsdoorsnede van de medewerkers eigenlijk een gesprek over hoe gaat nou de samenwerking, waar zou het nou beter kunnen, hoe zou het nou beter kunnen, en dan daarmee heb je eigenlijk een blauwdruk waarmee je heel snel ja, uh, nice. aan slag kunt. Ja, nice. dus we zijn ook steeds meer consultanten antwoorden. Ja. ja, mooi. Ja. En even naar het management compass systeem, want jullie hebben een, een systeem en ook software ontwikkeld waar je eigenlijk de de accountant in opleidt en die accountant gaat dan met dat systeem onder zijn arm. De cijfers van de klant door, samen met de klant. Ja. En daar komen, uh, daar komen kengetallen uit, stuurgetallen. Kun je daar eens wat over zeggen? Kun je er misschien een paar uithalen? Want ik heb het boek natuurlijk gelezen. Je, ja. je hebt het gewoon ja, bepaalde onderdelen. Kun je er eens wat uithalen en toelichten? Ja, heel graag. Um, de kern is het management compass systeem. En het management compass systeem is ooit ontwikkeld... als een, uh, een methode voor ondernemingsplanning. Waarbij eigenlijk de, 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 de theoretische route is van missie, visie, strategie... Naar meerjarenplan, jaarplan en het opvolgen daarvan. In de praktijk hebben we echter gemerkt dat de meeste MKB-ondernemers eigenlijk gebaat zijn bij snelle succes en dat ze willen weten wat ze morgen al kunnen veranderen om ook al betere resultaten, meer rust, meer grip, meer focus te krijgen. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben eigenlijk die methodiek voor ondernemingsplanning omgedraaid tot een adviesmethodiek, omdat we ook zien dat een ondernemer eigenlijk altijd wel een coach of een adviseur nodig heeft voor de echte gedragsverandering. Nou, op het moment dat we dat uh, als een ondernemer daarin uh, geïnteresseerd is, daar hebben we eigenlijk een, 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 een drie-stappen plan voor ontwikkeld. We gaan eerst kijken voor een ondernemer eigenlijk, weet waar die aan begint, wat is nou het verbeterpotentieel binnen jouw bedrijf. Dus wij willen eigenlijk in een hele korte tijd enerzijds in stap 1 kijken van, goh, uh, is die ondernemer, heeft die zin, heeft die voldoende ambitie en drive om te gaan veranderen en te gaan verbeteren zodat de adviseur ook weet van hier, hier kan ik mijn tijd uh, in kwijt. Hè. Die ondernemer wil geholpen worden. Aan de andere kant levert dat het inzicht op voor die ondernemer. wat zijn verbeterpotentieel is. Ja. Dus voordat hij een heel traject in gaat, weet hij eigenlijk aan welke knoppen die enigszins kan draaien. en hoeveel hem dat gaat of haar dat gaat opleveren. Nou, op het moment dat een ondernemer dan enthousiast is. en dat is negen van de tien keer is dat ook maar wel. Kun je eens een paar dingen noemen waar zou dat verbeterpotentieel dan in zitten? Of wat zijn de meest voorkomende dingen waar dat verbeterpotentieel ja. in zit? Ja, in die methodiek kijken we heel duidelijk naar eigenlijk drie rendementsgebieden. Dus we kijken enerzijds naar het commercieel gedrag, eh, anderzijds naar de capaciteitsbeheersing. En we kijken naar een stuk kostenbeheersing. Ja. En dat, eigenlijk zijn er zes kritische resultaatbepalers, zoals wij die benoemen, eh, waarop een ondernemer eigenlijk 80% van zijn eigen resultaat iedere dag zelf kan beïnvloeden. Ja. Nou, en dat is eentje, is heel simpel: de verkoopprijs. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook productiviteit en in. En die verkoopprijs valt onder commercieel gedrag. Ja, Ja. Ja, dus, dus commercieel gedrag is eigenlijk alles wat er gebeurt boven de toegevoegde waarde of de brute marge. Eh, dan heb je de capaciteitsbeheersing, die bestaat enerzijds uit, enerzijds uit met hoeveel mensen of middelen ben ik aan het werk. Eh, dat noemen we de bezetting. Aan de andere kant heb je de productiviteit, wat is daar de output van? En dan heb je nog de efficiëntie. Dat vertaalt zich eigenlijk in hoe hebben we ons werk georganiseerd binnen het bedrijf. Ja. Dus dat, dat noemen we capaciteitsbeheersing. En dan als laatste kijken we eigenlijk pas naar de kosten. Ja. En het grappige is dat heel veel ondernemers denken bij resultaatverbetering en kostenbesparing. Ja. Het mooie is dat eigenlijk uit iedere quickscan die wij maken, blijkt al heel snel dat kostenbesparing eigenlijk peanuts is. Want waar, waar zit dan, waar zien jullie de meeste winst op? Ja, bijna altijd op het commercieel gedrag. Ja. Als je je verkoopprijs kunt aanpassen positief... en je inkoopwaarde naar beneden kunt laten bijstellen... ja, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja, en en ook ma het makkelijkste ja. te doen. En ik kan me voorstellen dat ook op die capaciteitsvraagstukken... dat daar enorm veel geld verloren gaat. Ongelooflijk. Ja. Echt, ja, daar sta ik iedere keer weer van te kijken. Heb, ja. je, heb je nu zo'n... Een, want ik zie jou echt... Ja, ongelooflijk. Ja, Heb je zo'n een mooi voorbeeld? Heel veel. Ik was, ja. ik was gisteren bij een bedrijf, daar dacht ik van nou, die capaciteit, dat kan bijna niet beter. Een productiebedrijf met een, 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 een zeg maar, gemiddeld aantal productieve uren per medewerker boven de 1650. Ja, dat, is, dat is in mijn optiek in het, in het MKB gewoon bizar veel wat mm -hmm. wij zien. Ik heb uh, 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 ook dienstverleners meegemaakt. En dan moet je denken in de creatieve uh, sfeer, hè, dus een marketing, CQ, uh, digital agency, waar de productiviteit per medewerker rond de 1000 uur lag. Ja, als je weet dat, dat een goed georganiseerde machine 1400 uur per medewerker productief zou moeten kunnen zijn, ja, dan, dan is er dus een verbeterpotentieel van 400 uur. Ja, dat, dat is best wel veel geld, hè? En zeker maar 90 euro, 100 euro per uur, wat ze vaak vragen. Ja, reken maar uit. Ja. En, um, en zien die bedrijven dat zelf dan niet? Dat, dat daar heel veel geld blijft liggen? Dat die productiviteit bijvoorbeeld te laag is? Ik denk dat veel ondernemers het wel op hun, uh, op hun onderbuikgevoel wel, wel ergens realiseren, maar ze kunnen het niet tastbaar maken. En mm -hmm. dus enerzijds is inzichtelijk maken. Waar ligt nou de, waar zit eigenlijk de lekkage? Waar lekt het weg? Maar anderzijds, en dat is nog veel belangrijker, en daar komt die proactieve houding, die proactieve rol juist. Hoe draai je dat nou om naar stuurinformatie, waar ja. die ondernemer dagelijks mee aan de slag kan? Ja. En en dan is, ik zeg wel eens het als wij als wij een plan maken met een met een ondernemer, hè, dat is ook iets. Wij maken nooit een plan voor een ondernemer. We maken altijd een plan met. Het moet zijn plan of haar plan zijn. Op het moment dat die ondernemer daarmee aan de slag gaat en jij gaat als adviseur pas na drie maanden met die ondernemer erover sparren, ja, wat is er dan? Ja, dan? Dus kort op de bal. En zeker die eerste periode, is zo belangrijk om, dat, ja. om daar veranderingen aan te brengen. En nu kan ik me voorstellen dat accountants niet van voor alle problemen een oplossing weten. Want als jouw team uh, uh, duizend uur declarabel werkt en misschien wel 1400 uur declarabel kan werken, kan ik me voorstellen dat een accountant nou niet meteen weet hoe dat op te lossen. Nee. Dus nee. hoe, hoe. Ja, en daarin denk ik dat we elkaar heel mooi de hand kunnen geven. Ik hoor jou ook heel vaak zeggen uh, op, op lezingen of op, in de podcast, het gaat vooral als adviseur en zeker in de productieve zin meer om het stellen van de juiste vragen dan het geven van de, van de verkeerde antwoorden, durf ik wel zo te zeggen. Kijk, het gaat erom dat die ondernemer zelf gaat inzien wat die kan veranderen. En, en wie kan er nou beter dan de ondernemer zelf uh, bedenken wat eventueel beter zou kunnen binnen het bedrijf? Ja. Om daar te komen hebben wij een structuur ontwikkeld. Uh, dus hè, we hadden het net even over stap 1, dat is de quickscan, om een ondernemer te laten zien wat is nou het verbeterpotentieel. Ja. In stap 2 gaan we eigenlijk een stapje verder. Dus het, het doel is op hoofdlijnen bepaald. We gaan naar die, die omzet met die winst ongeveer. Ja. Vervolgens gaan we een trainingsschema maken met die ondernemer. Hoe ga je er komen? En dat betekent dat we eigenlijk een soort van bedrijfsdoorlichting moeten doen met die ondernemer. Zodat hij weet hoe die op dagbasis, hè, wij zeggen ook op de achterkant van het bierveldje, zelf kan berekenen wat hij moet doen om dat resultaat te behalen. Ja, superleuk. En als adviseur leer je een bedrijf zo veel, veel beter kennen, heel snel ook, ja. maar ook de ondernemer, en dat is het leukste eigenlijk, een ondernemer leert zijn bedrijf veel beter kennen. Ja. En, en het, het zit hem dan niet in dat ik, hoef, uh, ik, ik moet vertellen hoe zij hun commercieel gedrag moeten verbeteren. Nee, het gaat erom als je de juiste vragen stelt en je legt de juiste inzicht op tafel, dan gaat die ondernemer zelf ja. uh, denken. En dankzij cijfers die blinde vlekken uh, zichtbaar maken. Absoluut. Ja, ja. 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 Dus stap 1 was het uh, verbeterpotentieel in kaart brengen met de QuickScan. Ja. Dan stap 2 is een trainingschema. En stap 3. Ja, dus in stap 2 maken we dus samen met die ondernemer... een trainingsschema en een begroting met een actieverbeterplan. Dat is ook heel duidelijk. Hè? Dus de cijfers die moeten leiden, eh, of eh, die eruit moeten komen... zijn de doelstellingen uiteindelijk. Maar die komen tot stand door verandering van gedrag... en, en het oppakken van acties en verbeterpunten. Dus dat is een hele belangrijke die eronder ligt. Ja, en daarna begint eigenlijk de coaching en begeleiding. En, en het leuke is, en dat is ook een van de redenen... waarom wij ons vooral op die accountensector eh, richten... Daar zit eigenlijk een stukje controlling in. Wij kunnen met die ondernemer op week- en maandbasis cijfers produceren. En eigenlijk als het ware de administratie gaan voorspellen. En ook veel meer gevoel krijgen bij wat de onderhande werkpositie bijvoorbeeld zou moeten zijn. Dus er zit enerzijds een stukje controlingsfunctie in. En aan de andere kant ben je eigenlijk die coach of die, die adviseur die dus, ja, de stok achter de deur dat de ondernemer ook de stappen zet. Ja. Ook de spiegel en het sparren met die ondernemer waarom bepaalde dingen wel of niet gelukt zijn. Ja. Maar dat maakt het wel lastig. Want die drie rollen in één is voor heel veel mensen best wel, uh, best wel lastig. Ja. ja. Zo, zo, zo zijn we. En ik zeg altijd we. Ik ben geen accountant, maar ik voel me toch ook wel een klein beetje naar financial. Zo worden we niet opgeleid. We worden opgeleid met dat debit en credit verhaal. Ja, ja, dat is toch iets heel anders. Ja, ja. Dat klopt. Ja. Ja. En ook een keer. Um, ja, ook een keer met de vuist op tafel durven te slaan. Ook een keer die ondernemer uh, juist tegenspreken in plaats van uh, meepraten. Ja. ja, dat zit vaak ook niet in de dienstverlener. Uh... Nee, en nou ja goed, uh, wat ik ook veel observeer is ook uh, af en toe eens wat minder praten. Want uh, accountants zijn zo gewend om heel veel advies te geven, terwijl de kracht daar voor mij ook in zit... om eens wat minder te zeggen... en wat meer vragen te stellen en te luisteren... en die anderen het werk te laten doen. Ja. Dat zijn zulke enorme overstappen. Dus ja, uh, ja. Dus daar hebben we nog... Uh, altijd nog werk te verrichten. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. En um, heb je als je dan kijkt... naar wat, wat, wat jullie klanten... de accountants doen bij bedrijven... zie je dan een aantal... Quick wins die, die, die behaald kunnen worden. Ja, zonder meer. Kun je er eens dus ja. eentje noemen? Op het moment dat je je kostprijs kent als ondernemer, weet je ook hoe ver je eh, maximaal kunt zakken met je prijs om in ieder geval geen verlies te gaan maken. Nou, daar begint het al mee. En, ja. en dat kan zijn per transactie in een horeca-zaak of per uh, uur in een uh, accountskantoor ja. of in een uh, consultancykantoor of in een uh, marketingbureau. Het kan zijn per transactie in de bakkerij. Hè. Ja. Uh, het zijn vaak de kleine dingen die je doet. En juist die kleine dingen inzichtelijk maken. en laten zien aan een ondernemer. wat hij daarmee kan bereiken. Ja, dat, dat leidt ja. echt heel vaak. in drie maanden leidt dat vaak tot. Uh, tot, tot behoorlijke successen. Ja. Ja. ja, dat snap ik. Want ik kan me ook voorstellen. dat vanuit een onwetendheid. over je eigen kostprijs. je niet bewust bent. dat je soms te makkelijk zegt. Oh, er kan nog wel uh, uh, een paar cent af. waarbij je eigenlijk aan het toeleggen bent op een order. Ja. En dat is natuurlijk uh, heel pijnlijk. Absoluut. Ja. Of. Uh, wat veel bedrijven doen is kwantumkorting geven aan de grootste klant. Ja. ja dat is super gevaarlijk als je je kostprijs niet kent. Ja, dat snap ik. Want dan uh, voor hetzelfde geld ga je bij de grootste klant het minst verdienen. Ja, en dat gebeurt dus. En dat gebeurt ja. ook in de accountancy, Femke. Ja, ja. ja, echt. In de accountancy. Nou, ik laat ik als voorbeeld noemen: uh, uh, bij, als, ik, als ik bij een gemiddeld MKB-bedrijf uh, vraag, pakken ze, een, uh, pakken ze een mooie klant uit, dan pakken ze meestal een klant waar ze veel omzet doen. Ja, maar veel omzet wil niet zeggen veel winst, en, en dat is nou net de crux. He, dus wat wij proberen te doen met ondernemers, ook in de accountie, is te kijken: stel dat je een omzet uh, per klant, uh, bij, uh, bijvoorbeeld bij een grote klant, doet van 40.000 euro. Dat klinkt als een heel, heel mooie klant voor dat kantoor, zeker in het MKB. Maar wat levert dat nou op per uur? En als je weet wat je omzet per uur bij die klant oplevert. En je zet dat af tegen je kostprijs per uur in het kantoor, ja, dan weet je wat je verdient aan een klant. Ja. En dan kan het dus goed zo zijn dat hele kleine klanten beter uh, renderen, ja, zeg maar, per uur dan een, dan een grote klant. Er zijn natuurlijk meerdere facetten ja. waar je op kunt, uh, kunt schakelen. Maar dat is wel een belangrijk inzicht bij heel veel bedrijven. Dat snap ik. En wat ik wel zie als potentieel probleem. Is dat al deze informatie boven tafel krijgen vereist dat het ook geregistreerd wordt? Ja, dat is een hele goeie. Daar komt, ja. ja, en dan kom je dus inderdaad op het punt dat er ook heel vaak in MKB-bedrijven nog te weinig geregistreerd wordt. Dus dan ga je eigenlijk starten met een, een, een goede inschatting die je samen met die ondernemer maakt. Op basis daarvan ga je tussentijds meten van hé, hey, waar, waar komen we ongeveer op uit? Moeten we onze inschatting aan de voorkant bijschaven? Ja. Dat doen we eigenlijk liever niet. Maar ja, als het echt helemaal uh, uit de pas loopt, dan, dan ja. is dat iets. En dat kan ook zijn dat een van de eerste adviezen is bijvoorbeeld in een actieverbeterplan. Um, selecteer een goed urenregistratie of een, uh, ja, een, snap uh, ik. een middel. Ja. En, en dan een stap twee bijvoorbeeld, implementeer die in Q2. Ja, en bij wat voor soort klanten, wat zijn nou de ideale klanten van, jou, uh, van jouw klanten? Dus hoe groot zijn de ideale, wat, wat voor soort bedrijven hebben we het nu over? Want we hebben het niet over ZZP'ers. Nee, dat klopt. Nee. Uh, ik denk de ideale klant is de klant tussen de vijf en de vijftig medewerkers, waarbij de ondernemer zelf de drijvende kracht is in het bedrijf en ook nog geen staffuncties uh, heeft, dus geen controller, mm -hmm. geen financieel directeur, geen HR-directeur, waarbij je die ondernemer eigenlijk de juiste informatie per dag uh, op de achterkant van een bierbeveeltje kunt geven. Ja. En uh, uh, waarom dat soort bedrijven, wij weten in de praktijk. Dat ongeveer, euh, nou laat ik zo zeggen, bedrijven tussen de vijf en de tien man personeel die nog nooit aan verbeterpotentieel hebben gewerkt. Natuurlijk, als ze heel goed draaien, dan draaien ze heel goed, hè, maar die dan nog nooit aan hebben gewerkt, daar is vaak een verbeterpotentieel te realiseren van tussen de 50 en de 100.000 euro in een jaar. Mm, dat is een hoop geld, hè? Dat is een hoop geld. En ja. daar laten heel veel ondernemers liggen. Ja. Ja. En op het moment dat je dat weet, ja. dat je weet dat die ondernemer dat laat liggen, en dat maken we dus eigenlijk met een quickscan wat een accountant vrij snel achter de jaarrekening door kan pakken. Maken we dat inzichtelijk? Ja, dan is een ondernemer ook sneller bereid om daarop te gaan acteren. Sterker nog, hey, verdorie, ik zie dat ik zo weinig productief... Althans, de inschatting is dat we zo, zo weinig productieve uren maken. Als ik nou meer productieve uren maak, levert het me, me dit op. Ja, dan kan ik ook wel investeren in een, uh, in een urenpakket. Precies. Dus die afwegingen ja. worden eigenlijk heel snel gemaakt. Ja, precies. Dus de, idea en de idea ik merk wel bij accountskantoren dat zij toch wel graag urenbedrijven helpen. Wa waarom helpen ze graag urenbedrijven? Dat is een, uh, een branche die ze zelf, uh, of, of een branche, een typologie bedrijf, zeg maar, die ze zelf het beste begrijpen. Ja, dat snap ik. Dat en, ze, snap en, ik. en ik merk ook in de, in, de, in, mijn name, in de opleidingen dat ze het ook vaak lastig vinden bij een bedrijf waar, waar, waar de verkoop heel belangrijk is. Hè, dus een, een winkel, of een groothandel, of een webshop. Dan zijn ze toch al bang dat ze zelf moeten gaan bedenken waarom, hoe een ondernemer beter kan presteren? Ja, dus toch, uh, toch te veel antwoorden willen geven. Ja, dat denk ja, ik ja. ja. Maar kijk maar naar onszelf, dat, dat, dat willen wij misschien zelf ook wel. Maar dat is eigenlijk niet de juiste manier van adviseren. Nee, 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 dat, nee dat zet gewoon minder zoden aan de dijk. Ja. En, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het ontzettend leuk is om dit werk juist te doen, ook in productiebedrijven. Ja, heerlijk. Ja, ja. Ik, ik, ik ben dus met name uh, uh, betrokken bij accountskantoren en, en bij de begeleiding van een aantal nu. Ik mag ook regelmatig met een accountant mee naar een productiebedrijf. Zo ben ik laatst bij een, uh, een staalbouwbedrijf geweest en, en gisteren bij een, uh, bij een bouwbedrijf. Nou ja, dat is hartstikke leuk om daar eens een keer weer aan tafel te zitten. En eigenlijk iedere keer op basis van die structuur terug te kunnen vallen naar de kern van zo'n bedrijf. Ja, ja leuk. Ja. En jij gaat dan soms mee, je zei net al van nou... Uh, niet bij voorkeur niet, hè? maar soms ga je mee, want waarom ga je dan nog soms mee? Je merkt dat uh, de, uh, een, een, een nieuwe manier van werken, uh, wat je nog nooit gedaan hebt, is enerzijds al lastig om dat goed over de buren te krijgen. Wat ga je dan precies doen? Hoe krijg je het verkocht? Dus ik krijg toch regelmatig de vraag van een account van, uh, Luc, ga maar eens mee en laat me zien hoe je het doet. En ja, hopelijk kunnen wij dan zien hoe wij dat uh, in de praktijk ja. kunnen implementeren. En ja, ik zeg al tegen jou, daar zit niet mijn. Mijn voorkeur, ik vind het hartstikke leuk om te doen, maar ja, wij leiden die mensen natuurlijk niet voor niks uh, op nee, om precies, dat zelf te gaan doen. Precies, dat is ook helder. Dus ik heb liever dat ze mij tien keer vaker bellen ja, dan dat ja. ze mij meevragen naar een klant. Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel leuk om af en toe met je voeten in de klei te staan. Hartst, hartstikke leuk. Ja, ja, dan super. heb je ook nog eens wat voorbeelden te vertellen in je cursussen. Nou jij, ja, jij ja, 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 is alsof je in mijn hoofd kunt kijken. <laughs> ja, 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 nou dat ja, kan ja, denk ja, ik denk ja, ik ook, ja, ja. want ik geef ze ook ja, de ja, cursussen. Daarom, ja, ja. Ja. En nou, nou vertelde je net ook dat je met een nieuw label bezig bent, waarderegisseurs. Wat, wat is dat? Ja, waarderegisseurs is eigenlijk uh, een, een soort van samenwerkingsverband waar ik uh, mee bezig ben, staat ik echt nog wel uh, in de kinderschoenen. Um, en aan de ene kant, namelijk zien wij dat uh, heel veel uh, accountskantoren graag hun klanten beter zouden willen bedienen met een stuk advies. Mm -hmm. um, aan de andere kant zien we heel veel bedrijfsadviseurs die het heel moeilijk vinden om zichzelf goed te verkopen, ontzettend goede vakmensen. Gepassioneerde adviseurs, ook de goede competenties, maar ze hebben over het algemeen niet die werkdruk die die accountant heeft. Nou, daar zie ik een. Uh, ik, ik, wij krijgen steeds vaker uh, zelfstandig bedrijfsadviseurs bij ons in de training. Ja, hoe mooi zou het kunnen zijn als je die mensen met elkaar in contact kunt brengen en samen aan het resultaat bij. of, of uh, 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 samen aan, aan het resultaat inderdaad bij hun klanten laat wer uh, werken. Dus ik zie dat echt als. en dan ook breder. Het zijn vaak. Um, Adviseurs met een lean achtergrond of een leiderschapsachtergrond. Dus je kunt ja, ja. nog veel breder gaan en ook bij het accountskantoor zelf waarde toevoegen. Ja, precies. Ja, dus je, je verbreedt dan eigenlijk de doelgroep van die accountant naar een bredere en ook naar de andere adviseurs. Ja, die wij toch al in de training hebben zitten. Maar ja. wat ik eigenlijk met die, deze mensen wil doen, is meer gaan samenwerken, kennis gaan delen. Samen gaan investeren in doorontwikkelingen. De accountants gaan helpen met hun advieswerk. En da ja, daar zitten, daar liggen enorm veel kansen, in mijn optiek. Ja. Alleen. Het is inderdaad wel uh, zoeken naar de juiste uh, samenwerkingspartners in deze. Ja, ja. ja. En, en als we dan teruggaan naar, naar, de, naar de accountants. Um, wat zie jij als hun als de grootste verbeterpunten die accountants die de, die de groep moet doormaken de komende jaren om meer en meer die waarderegisseur, winstregisseur van de klant te kunnen worden? Ik denk als ze dat al willen, hè, want dat is natuurlijk de, de, de belangrijkste vraag voorop. Ik denk als zij inderdaad, en dan hè, dus de, de keuze die zij kunnen en ook moeten gaan maken, in mijn optiek is: of ze gaan uh, sterker focussen op de audit en de techniek die daarbij komt kijken, als artificial intelligence en dat soort zaken. En daar zijn kantoren ook echt duidelijk mee bezig. En dat zijn de kantoren boven de 60 man personeel die daar echt sterk op in aan het zetten zijn, dus echt auditkantoren gaan worden. Ofwel een laag eronder is uh, het MKB en daar kun je kiezen voor uh, ik wil die commodities heel efficiënt, heel strak gaan doen en daar strak bovenop gaan zitten. En zorgen dat ik daar heel goed en heel efficiënt in ben en daar toch uh, een, een leuke boterham mee kan verdienen. Of je gaat kiezen voor meer die trusted advisor rol en dat noem ik eigenlijk de, de aandachtskantoren waarbij je dus gewoon meer aandacht hebt voor minder klanten. Ja en toch het volledige pakket kunt kunt bieden ja. en ik denk eerlijk gezegd dat voor heel veel heel veel kantoren waar wij mee te maken hebben dus zeg maar de kantoren tussen de ja, hoofdzakelijk tussen de 10 15 en de en de en de en de 60 man personeel ja, daar ligt een enorme kans maar dat betekent wel dat ze hele belangrijke keuze moeten gaan maken Welke klanten gaan we nou, nou wel bedienen? Welke niet? Ik weet dat jij en PITA. Uh, jij, jij bent volgens mij degene die in Nederland en België PITA heeft. Uh, <laughs> Ik heb het uit Amerika ja. meegenomen. Ja, nou. Maar het begon in Amerika. De PITA-klant is de pain in the ass klant. Ja, nou, ja. Daar, daar hoor je alle kantoren iedere dag over praten. Nou, ja. laten, we daar eens, laten we daar eens op gaan schakelen. Ja, laten we daar. Precies. En dus, maar je zegt heel duidelijk van er zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Um, en Laten we dan op die derde groep even inzoomen. Die groep die kiest voor het, ik wil het aandachtskantoor worden. Ik wil voor een kleinere groep wil ik, wil ik meer tijd hebben. Ja. Wat zijn de vaardigheden die, wat zijn de drie vaardigheden die ze moeten ontwikkelen om dat goed te kunnen doen? De vaardigheden die zij die belangrijk zijn om dan verderop door te ontwikkelen, is denk ik de communicatieve vaardigheden, contact maken met de klant en ook echt oprecht contact kunnen maken. Um, waar een stuk luisterhouding in zit. Ik denk dat de luisterhouding een hele belangrijke is. Ik denk laat de klant maar vertellen. En uh, luister jij maar als adviseur in plaats van uh, vertel maar. Um, maar ik denk ook uh, een stukje assertiviteit, commercialiteit. Ik denk dat dat een paar belangrijke eigenschappen zijn. Want op het moment dat je minder klanten gaat bedienen, betekent dat je bij die, nieuw, bij die bestaande klanten ook meer verschillende diensten over de bühne moet krijgen. En het verkopen van nieuwe diensten is niet de grootste hobby van de meeste accountants. Althans, misschien wel van Venoten, maar niet van de uh, van de assistent op dit moment. Nee, helemaal uh, heel, heel erg herkenbaar. Dus, ja. dus die commercieel luisterhouding. Uh, uh, sorry, communicatief, luisterhouding, commercieel. En dan zeg je ook nog assertief. Ja, assertief. Uh, ik, ik zie heel vaak als ik met, uh, met accountants en met uh, uh, wij, wij, hebben, laat ik zo zeggen, wij hebben vaak bij ons in de training uh, een vennoot of twee vennooten en, uh, en een aantal relatiebeheerders. Uh, nou, relatiebeheerders en vennoot zijn over het algemeen vrij communicatief. Tenminste, degene die wij bij ons in de opleiding en in de training hebben, zit absoluut laag daaronder. Zitten uh, vaak de assistenten, en dat kunnen gevorderd assistenten of beginnende assistenten zijn. En wat je vaak daar ziet is dat zij heel erg gewend zijn om op kantoor te werken achter een laptop en relatief weinig contact hebben met de klant. En assertief betekent in mijn optiek dat je uh, makkelijker de telefoon pakt proactief naar die klant. Uh, dat je niet bang bent om die telefoon in ieder geval te pakken. En dat je ook af en toe je mening durft te geven. Ja. Uh, in plaats van je mening naar anderen te, la ja, te laten hangen. Mooi, ja. mooi rijtje. Nu hoorde ik laatst dat de, uh, de, de nieuwere generaties, generatie X, ik, ik, uh, ik heb me niet heel erg verdiept in alle generaties, maar dat die eigenlijk nog minder graag bellen. Ja. Dat wordt wel een probleem dan. Die willen eigenlijk alleen maar WhatsAppen. Ja, ja ik, ik overdrijf maar, altijd. Ja, de, 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 ik denk precies hetzelfde, uh, Femke. Alleen aan de andere kant uh, gaat er natuurlijk ook een nieuwe groep ondernemers ontstaan die wellicht juist meer behoefte hebben ook aan dat appcontact. Ja. ja. Dat is de andere kant. Van en vandaag. ook daar kun je natuurlijk het assertief gedrag in laten zien als het Absoluut. gaat over je mening geven en uh, ja, ja, leuk, ja. leuk. En um, we gaan zo meteen nog even naar de adviezen voor de uh, financial. Maar, maar ben ik nog vragen vergeten te stellen? Nou, volgens mij gaan we er als een sneltrein uh, al doorheen. Ik heb niet het idee dat ik. Uh, nee, nee, dat denk ik niet. Nou, uh, helemaal, goed, helemaal goed. De adviezen voor de Financial. Wat zijn vanuit jouw expertise de drie dingen die financials kunnen aanpakken om meer winst in de breedste zin te realiseren? Um, en bedoel je dan de meer winst voor de financial zelf, of bedoel je de meer Ja, ja voor de, eigenlijk voor, voor de financial de... zelf. Ja, want ja. voor de klant hebben we het denk ik ook al over gehad, maar nu ja. voor zichzelf. Ik denk dat ze uh, de keuze heel duidelijk moeten maken: voor welke klanten wil ik nog wel, en voor welke klanten wil ik niet werken, ja. met name ook gerelateerd aan de dienstverlening die zij uh, die zij willen gaan en, en willen blijven doen. Ja. Dat is een belangrijke. Ik denk dat ze steeds meer moeten gaan proberen... om niet betaald te krijgen voor het werk wat ze doen... maar betaald te krijgen voor de, voor de waarde die ze leveren. Ja. Dus value-based pricing. En um, ja, wat ik steeds vaker zie, ook in, uh, in ICT-bedrijven uh, of marketingbedrijven... maar ook in de accountancy daar ontstaan, daar werk ik ook graag aan mee... is dat je moet gaan kijken in mijn optiek naar... ga nou eens kijken naar producten in plaats van naar diensten. Want daarmee maak je een dienst vaak ook makkelijker... Uh, intern te verkopen. Uh, de, de processen erachter makkelijker te stroomlijnen. En bij een product kun je niet meteen. De, 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 kan de klant ook niet de afweging maken tussen van wat. Wat, wat, uh, wat, wat zou dit aan uren moeten gaan? Uh, wat, ja, wat... dus echt het. Productificeren van je aanbod. Dus ja, niet, Ja, dus niet we gaan, wel, we gaan wel aan de slag en we sturen een factuur voor het aantal uurtjes, maar we gaan, we gaan dit doen. Ja, verkopen een scan, verkopen ja. uh, een doorlichting, verkopen ja. een, uh, een, een, een brainstormsessie, ja. verkopen een heidag. Precies, uh, een winstgevend plan. Een winstgevend of... pl een plan, ja, absoluut. Ja, ja. Dus uh, in plaats van. Een uurtjes, profit factuurs, assessment. Ja, ja, zo ja. Ja. ja, ik denk dat daar heel veel winst voor, maar in de brede zin voor het ja. denk beter nou ja, is. beter. Ja, mooi, ja. Mooie adviezen. En uh, ja, deze ben ik ook heel benieuwd naar jouw antwoord. Stel ik geef je een toverstok, je zwaait en daarna is de boekhoudbranche, de accountancy-branche, zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering die je ziet? Um, uh, daar heb ik over nagedacht, want ik wist natuurlijk dat deze zou gaan komen, hè, want ik heb hem bij meerdere mensen gehoord. Um... De belangrijkste verandering is dat de wetgever de accountants en boekhoudkantoren niet meer gaat zien als uitvoerder. Dus dat ze een keer stoppen met de accountants alleen maar meer werkzaamheden te laten doen. Dat is één. Twee is, er zal moeten worden gewerkt aan de sexiness van het vak. Er zal heel duidelijk geïnvesteerd moeten worden door de leiders van vandaag en de leiders van morgen in de accountancy en in de boekhoudingsbranche... Samen met HBO's en universiteiten om het vak sexy te maken. En dat, dat kan ja. op verschillende manieren. Maar het is echt ongelooflijk uh, hoe er op dit moment. Ik hoor bijna dagelijks van accountants dat er mensen uit het vak gaan naar het bedrijfsleven. Ja, dat is gewoon jammer. Hoe komt dat? Hè? Dan moeten we, uh, denk ik, diep naar onszelf kijken. Ja. Maar hoe, ja, ik doe eerst die derde. Je wilde nog iets zeggen. Ik onthoud mijn vraag even. Ja, die, ja, die derde, dat is denk ik uh, dat, dat het vak verder geautomatiseerd is, maar wel met name op repeterende werkzaamheden. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ja, en op het moment dat er, de repeterende werkzaamheden echt wel in een vergaande, laten we zeggen, 90-95% geautomatiseerd worden, dan worden we ook gedwongen om op een andere manier naar het vak te gaan kijken. En dan kunnen mensen ook andere keuzes maken. En dan moeten mensen... En ik denk dat het beter is om het voor te zijn, maar dan moeten de mensen in de accountancy in de brede linie en in de boekhoudkantoren moeten zich dan toch gaan ontwikkelen op vaardigheden en competenties. Ja, ja. want ik weet nog toen ik op de HEAO zat was er natuurlijk ook een richting accountancy en uh, mijn vriendje op dat moment, uh, ik denk niet dat hij de podcast luistert, maar Robert, dat was jij, die koos voor accountancy. En ik, heb, ik, ik wist toen eigenlijk ook niet zo goed wat ik me daarbij moest voorstellen. Maar de enige woorden die langskwamen, altijd bij accountancy, waren administratieve organisatie en interne controle. Dat was een heel belangrijk deel uh, van de accountancy. En nou, dat, dat was eigenlijk het belangrijkste wat er altijd langskwam. Dat is inderdaad niet heel sexy. Um, heb je het idee dat er al iets gebeurt in de, in de onderwijswereld om het, om het beroep sexyer te maken? Ja, ik denk het wel. Ze hebben verschillende type HBO-accountieopleidingen nu, volgens mij, uh, samengesteld. Maar echt, of er al voldoende is, dat denk ik niet. Er ontstaan wel meer, want dat, uh, de vraag die je net eerder stelde: van, ben ik iets vergeten te vragen niet? Maar er schiet mij wel iets nog te binnen. Um, en dat vind ik toch wel mooi en de moeite waard om zeker voor jouw luisteraars uh, te benoemen. Stephanie de Bruiker is een Belgische dame die heeft een. Uh, een uh, promotieonderzoek ja, gedaan met de, met de universiteit ja. van, van Gent en de ja. Hogent samen. Ja. En wat zij heeft gedaan is, is onderzoeken eigenlijk hoe de accountant, de trust, de advisor van het MKB kan zijn ja. en kan worden. En waar, waar zitten daar de belangrijkste punten in? En ik heb dat, ik heb dat, uh, ik heb dat uh, uh, doctoraat heet het in het Belgisch, ik heb dat doctoraat gekregen van, uh, van Dirk van Spijbroek uh, van de ING. Ja, die ken jij, denk ik, ja, ook, die ken ik ja. ook, ja. Um, en ik ben dat gaan lezen en ik lees graag maar niet, niet, dis, uh, geen, geen uh, promotieonderzoeken, en, en zeker niet in het Engels. Maar ik kreeg toch wel een bepaalde kick toen ik het las. Want ik dacht van ja, wat zij nu eigenlijk blootlegt, is, en dat is een hele belangrijke is mutual understanding. Dus een van de belangrijkste inzichten uit haar onderzoek is dat uh, de accountant de klant moet snappen, in de ogen van de klant. Dus de klant wil dat de accountant de klant snapt. En andersom wil de klant de accountant snappen. En ik denk dat daar. Uh, ja, daar ligt een heel mooi gebied waar je, als, uh, waar je vanuit de opleiding al mee aan de slag kunt. En met name denk ik om juist heel snel met ondernemers... die minder financiële bagage hebben... om van die cijfers, die saaie cijfers, die grote cijfers... die cijfers uit het verleden informatie te maken... waarmee ze vandaag aan de slag kunnen. Ja. ja. En, en ik, ja goed, waarom vond ik dat zo leuk om te lezen? Omdat ik dacht van ja, door de, door de jaarrekening alleen al te vertalen... naar nou, wat betekent dat nou per dag en per uur... Heb je al met die klant een heel ander gesprek? Want dan laat je zien dat je je verdiept hebt in zijn business of in haar business. En zo werkt ja. het bij ons in ieder geval in de praktijk. Dus ik vond het super leuk om dat te lezen. En ik denk dat daar, ja, met name in het onderwijs ook echt wel wat. Nou ja, en laten we wel zijn: het is de meest gehoorde klacht van, van ondernemers, is. Ik, ik begrijp mijn accountant niet, maar ik durf het eigenlijk ook niet te zeggen. Want dan ben ik bang dat ik dom overkom of dat het aan mij ligt. Maar ik heb ook niet het idee dat mijn accountant mijn business echt begrijpt. Dus dat is, is natuurlijk ook een veelgehoorde klacht. En, en ik denk dat, dat, ja, dat, dat wij in dat gat gesprongen zijn. Ja. Uh, want dat is wat, wat wij doen. Uh, en de vraag is even, hoe breng je dat inderdaad nu ook al naar scholen toe? Maar goed, dat is een, een denk, andere vraag. Ja, maar wel interessant. En ik denk dat dat begint bij bewustwording, Femke. Kijk, wij, wij zijn als financials zijn wij opgeleid om informatie naar de klant toe te brengen. Dus wij brengen informatie, dus wij hebben een kennisvoorsprong bij die klant. Dat is eigenlijk hoe wij vanuit de middelbare school met handelswetenschappen eigenlijk al opgeleid zijn. Als je andersom, als je eigenlijk gaat, gaat zien dat die kennis, dat die heel belangrijk is voor die ondernemer om er iets mee te gaan doen, moeten we dus gaan aansluiten bij het kennisniveau van die klant. Ja. Ja, daar ligt gewoon een enorme uitdaging. Maar wel, het hoeft niet moeilijk te zijn. Ja, en, en zo tussen, tussen, tussen de regels door zeg je iets heel belangrijks. Je gooit het woordje doen erin. En ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt. dat... Ja. Dat ondernemers iets moeten gaan doen na het gesprek met, met de accountant. Ik denk dat dat is al een hele grote stap, als we dat over de buren krijgen. Actie. Actie, ja, ja. ja. actie is ja, ja. het enige wat uiteindelijk resultaat creëert. En ik denk als jij als accountant, want dat is nou een, een, een ding wat ik ook wel vaak zie: is dat op het moment dat je als accountant vanuit jouw expertrol wordt aangesproken door de klant of je huisartsrol, euh, dan. dan dan moet jij weten, dan moet je een antwoord hebben op de vraag van die klant. Dus als, als financials sowieso zijn wij ook echt opgeleid om onze gesprekken goed voor te bereiden. Dat gecombineerd met kennisvoorsprong zorgt ervoor dat die klant ons ook blijft zien op expertniveau. Maar eigenlijk wil je je ook kwetsbaar durven opstellen en vragen te stellen aan de klant waar je het antwoord niet van weet en waar die klant misschien het antwoord ook niet op heeft. Ja. En juist die kwetsbaarheid, ik hoor dat van Vennoot in de accountantskantoren, vinden heel veel accountants lastig. Want dat betekent dus dat ze in één keer van hun expertstatus af moeten. Superspannend. Ja. Superspannend. Ja, ja. ja, maar daar liggen mooie kansen voor de branche. En leuke gesprekken. Ja, en daar liggen ja, hele leuke ja, gesprekken. Want ja. als je dat durft los te laten, dat je alleen maar vragen durft te stellen waar je het antwoord op weet. Maar dat je dus ook vragen durft gaan stellen om, om het gesprek te openen, om de klant aan het denken te zetten. Ja, dan, dan ga je resultaten behalen. En ik zeg wel tegen mijn klanten. Als je een vraag kunt stellen waar de klant een dag later nog steeds over aan het nadenken is, weet je hoeveel waarde je dan hebt geleverd door die ene vraag. Ja. En ja. dat, ja, dus uh, mooi. Ja. Um, waar kunnen mensen meer over jou vinden en over jouw diensten? Uh, op onze website managementcompassgroep.nl. Um, die zul je ongetwijfeld in de show notes. Uh, Gaan we doen. Um, en op mijn LinkedIn-pagina daar. Uh, ja, daar zijn we vrij actief in, ook als ja. bedrijf zijnde, om daar ook onze kennis en uh, inspiratie op te delen. Managementkompasgroep.nl en Luc Hagens met AE. Ja, klopt. Helemaal. Super, ja. super. De winstvraag. Ben je nou benieuwd naar het boek van Luc en zijn vader? Stuur dan mij of Luc een bericht met ik ontvang graag het boek van Luc. En je kan natuurlijk ook onder een post reageren, helemaal goed. En het is, zoals we van John Slabberkorn leerden in een eerdere podcast... een mooie oefening in vragen. Je weet dat je het boek kunt krijgen... of wellicht de reactie dat het al vergeven is. Uh, dus die is aan jou. En um, Luc, dank je wel voor, uh, voor het waardevolle gesprek. Om het woord waarde nog maar eens in te gooien. Heel graag gedaan en jij ook hartstikke bedankt. Ja, heel graag gedaan. en. Je luisterde naar de Win Winst podcast. De podcast over geld, mindset en ondernemerschap. En deze aflevering toch echt wel gericht op de financial... die die volgende stap wil zetten in zijn business. En vond je dit een interessante aflevering? Stuur dan een linkje door aan een collega financial... die deze aflevering zeker ook moet horen. En dan zie ik je heel graag volgende week weer op Woensdag Win Winsdag.